Hi, mijn naam is Geert en je kijkt naar een nieuwe Strikt Geheim. Met vandaag de vraag, verbergt NASA onze tweede zon? Zo'n 13 à 14 keer per eeuw is het silhouet van Mercurius voor de zon te zien. Tijdens de verschijning is Mercurius slechts een kleine zwarte stip. De reis van de planeet duurt ongeveer een paar uur en is te zien met telescopen. SLU is een website die gespecialiseerd is in het tonen van dit soort fenomenen. Op 9 mei 2016 toonde SLU een livestream van Mercurius. Welcome to SLU. You're going to have a great deal of fun with community, SLU communities. Deze livestream werd geleid door Paul Cox. Hij voorzag in commentaar, terwijl we de transit konden volgen. Maar het plaatje liet nog een raar, gloeiend object zien naast de zon. Cox verklaarde dat dit een tweede zon was. Een geheim dat NASA ons nooit heeft verteld. Een anonieme redacteur zag Cox' verklaring als bevestiging op de theorie dat de aarde twee zonnen heeft. Hun blog verzamelt foto's van twee zonnen. Van Hawaii tot Florida tot Turkije. Duizenden foto's lijken twee zonnen te zien. Deze tweede zon is het best zichtbaar tijdens zonsondergang. Hoe raar het ook lijkt dat twee sterren zo dicht bij elkaar staan, deskundigen zeggen dat veel sterren bij elkaar staan en hetzelfde stelsel delen en om elkaar heen draaien. Onze dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri, is een tweeledig sterrenstelsel. Daarbij is het mogelijk dat planeten om twee sterren heen draaien. Het Kapla-47-systeem is ongeveer 5000 lichtjaren bij ons vandaan. Het heeft twee sterren die even oud zijn als onze zon. Er draaien drie planeten omheen. Minstens twee zijn van gassen. En ze zijn allemaal groter dan de aarde. Als het geen gasplaneet was, zou er leven kunnen zijn. In 1984 ontdekten ruimtedeskundigen dat de aarde uitstervingen ervaarde op een circulaire basis. In 2010 werd ontdekt dat het uitsterven elke 27 miljoen jaar zou voorkomen. Dit kwam niet door buitenaardse invloeden. Twee onafhankelijke teams van astrologen concludeerden dat de koers beïnvloed zou zijn door een tweede zon, die zij Nemesis noemden. Volgens complottheoretici is de tweede zon niet het enige wat NASA voor ons verbergt. Tijdens de livestream had Paul Cox het ook over een extra planeet die om de zon heen draait. Cox zei dat de naam van deze planeet Nibiru is. Nibiru zou ergens in de 21ste eeuw verschijnen. Dit werd voor het eerst in 1995 gesuggereerd door Nancy Leader, die beweerde dat Nibiru met de aarde zou botsen. Het zou de aarde raken of zo rakelings voorbij schieten dat de magnetische polen van de aarde om zouden keren. Ze voorspelden het uitsterven van de mensheid. NASA en andere ruimteorganisaties zouden dit willen verbergen om massale paniek te vermijden. Een recent onderzoek wijst uit dat er inderdaad een nieuwe planeet ons zonnestelsel is binnengekomen. Gebaseerd op wiskundige voorspellingen en onderzoeken van ruimteobjecten. De verste planeet doet er 15.000 jaar over om de zon heen te draaien. Zijn pad is naar voorspelling zo epileptisch dat er wordt vermoed dat dat Nibiru is. Maar het bestaan van planeet 9, zoals dit ook wel wordt genoemd, is nog niet bevestigd. En het is erg onwaarschijnlijk dat het met de aarde zal botsen. Los van al deze plaatjes is er geen enkel bewijs dat we een tweede zon zouden hebben. De meeste foto's kunnen worden verklaard als optische illusies of lichtinvallen. Ondertussen moet de Nemesis-theorie nog steeds worden bewezen. Bovendien zou deze veel te ver liggen om op een telescoop te kunnen zien. Ook zijn theoretici tekortgeschoten in waarom de NASA dit dan voor ons zou verbergen. Of hoe autoriteiten überhaupt iets voor ons verbergen. Ook als het mogelijk was om een tweede zon te verbergen, dan zou het niet kloppen. Volgens SLU was dit vooral een grap. Is de zon hol en leven er aliens binnenin? Om antwoord te krijgen op deze vraag, klik je op de video die nu op je scherm verschijnt. Strikt Geheim kun je ook volgen op Twitter en Instagram met de username striktgeheimnl. Abonneer op Strikt Geheim voor nog meer complottheorieën en mythes. En dan ziet Jesper of zie ik jou bij de volgende Strikt Geheim.